Hey, vet dat je weer kijkt. Nou, er was vanmiddag even lekker het bos in. En ik dacht van, nou weet je, ik ga even een rondje wandelen. Misschien kom ik nog wat jonge wilde zwijnen tegen. Nee, die heb ik niet gezien. Wel een wild zwijn gezien. Die liep lekker een beetje zijn korstje bij elkaar te scharrelen. En een beetje rond te wandelen door het bos. Dus dat was wel cool. Ik heb later op de middag heb ik ook nog een paar reeën gezien die het pad overschoten. Dus wat dat betreft, ook weer leuk. Maar toen kwam het, hè. Toen kwam ik op een gegeven moment bij een akker aan. En ik zag al een paar reeën staan, een bruine vlekken zeg maar in het weiland. Dus ik denk, gaaf reeën. En toen kijk ik nog eens, hobbelde er dus een grijze pluk door het veld. Wat denk je wat? Een das! En daar ben ik echt ontzettend blij mee. Dat is zo ontzettend cool. Die stond al heel lang op mijn wensenlijstje. Eindelijk gelukt. Nou, en waarom ben ik nou zo blij met die das? Dassen die stonden al heel lang op mijn lijstje van dat ik ze graag nog een keer wou zien. Ik heb er wel eens eentje gezien, maar ja, die zijn er dan heel snel weer vandoor. En het zijn een beetje illustere dieren, want dassen die leven namelijk eigenlijk vooral in de schemeringen 's nachts. Dus de kans dat je er eentje ziet is ook gewoon bijzonder klein. De momenten waarop die dassen lekker actief zijn, dan liggen wij in bed. Of dan mogen we gewoon simpelweg nog niet in het bos komen. Dus daarom ben ik zo blij dat ik er nu een gezien heb. Echt pure mazzel tegen de schemering aan. Een das. Nou, dassen zijn alleseters. Dus dat betekent dat ze alles eten, van knollen tot insecten tot kleine beestjes, zeg maar. En die graven ze op met hun grote voorklauwen. Daarmee vroeten ze eigenlijk altijd een beetje in de grond. En wat je heel leuk kon zien is dat die das af en toe dan even zo zijn neus zo in de grond stak. Dan krijg je van die snuitkuiltjes van dassen. Niet te verwarren met natuurlijk die kraters die wilde zwijnen maken. Die van de das zijn iets kleiner. En de das die was een tijdje het grootste landroofdier wat we in Nederland hadden. Totdat op een gegeven moment natuurlijk de wolf een aantal weken geleden officieel gevestigd is. Dus helaas, de das die is zijn titel kwijt. Maar het blijft een fantastisch mooi beest om te zien. Nog een leuk weetje over dassen trouwens. Die dassen die leven in burchten. En die burchten, dat zijn echt hun holen, zeg maar. Daar hebben ze het lekker knussen warm in. En op het moment dat het winter is, en zo'n dassenburg die is bewoond, dan kan je er een beetje damp van af zien komen of rook. Want dan die dassen die zijn natuurlijk lekker warm binnen. En als de grond koud is, dan gaat het lekker stomen. Dus dan zeggen ze wel eens, de kachel staat aan bij de dassen. Dat was een schitterend afsluiter zo van een mooie middag in het bos. Echt genoten, heerlijk even lekker rondgewandeld en als afsluiter een prachtige das. Helemaal blij. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om mee te kijken natuurlijk. En hoop ik ook dat je de volgende keer weer kijkt. En dan zie ik je dan weer. Tot dan. Doei doei!